spijkerbroekje voor hem gevonden. Wat voor verzorgingsspullen, man. En een leuk blouseje. Speciaal voor het suikerfeest. En we zijn goed op weg, maar we zijn nog niet klaar. Moslims doen massaal inkopen om het suikerfeest te vieren. Een gat in de markt voor winkeliers, zou je denken. Onderzoeksbureau Labyrinth onderzoekt voor het derde jaar op rij hoe het staat met het suikerfeestassortiment in de vier grote steden. Is de bedrijfsleider ook aanwezig? Jullie hebben geen speciale aanbiedingen. Nee. Ik ben op zoek naar leuke cadeautjes, want morgen is er suikerfeest. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee, niet echt. En? Ja, helaas geen reclameuitingen en ook geen speciale aanbiedingen. Voor het suikerfeest? Nee, niet voor het suikerfeest, nee. Want er wordt aardig wat geshopt. Als je om je heen kijkt, dan zie je ook in principe heel veel mensen die eigenlijk speciaal voor het suikerfeest aan het shoppen zijn. Dus in dat opzicht zou misschien wel extra omzet vergaard kunnen worden als ze het goed zouden aanpakken. Melissa constateert maar weinig aandacht voor het suikerfeest, al is er toch een warenhuis dat speciale schappen heeft ingericht. Wij doen aan heel veel feestjes mee, Valentijn, Moederdag, Pasen, Kerst, Sinterklaas. En wij vinden dat suikerfeest in dat rijtje niet mag ontbreken. Maar niet alle winkels zijn zover, volgens Melissa, omdat ze niet weten dat de suikerfeest er is en het ook niet zien als een omzet. Want ook niet-moslims lijken geïnteresseerd in Arabische chocoladeletters en baklava. Soms dan.